Goedenacht, luisteraars. Welkom bij Chimek's Nacht. Tijdje geleden heb ik... Oh, daar struikel ik om. Maar dat is zo. Ik heb je opgeroepen om naar Comedy Theater in de Nest te komen. Daar zou ik opnames maken van een programma die we vannacht zullen uitzenden. Met een dichter, muzikus, een personage die vandaag de dag leeft, zoals Brel vroeger leefde, zoals Shaffi vroeger leefde. Hij leeft en drinkt en schrijft nu, vandaag nog. Dit is een tekst bijvoorbeeld. Ach, ik ben goddank dus nog één keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi. Mooi om te janken zo mooi. En dan in zijn vertolking. Ik hoop dat hij dat voor ons vannacht in de Nes gaat zingen. Misschien krijg ik hem zover. Maarten van Roosendaal. Nou ja, ik had 7 jaar geleden, was dat niet mijn wens om stevigere billen te hebben. Maar inmiddels is dat ook mijn wens. Het wordt niet beter, kan ik je vertellen. Training. In mijn ogen ben je nog zeer jong. Maar is dat waar dat die 10 jaar incubatietijd, zo noem je die tijd dat je experimenteerde met... Met wat experimenteerde je eigenlijk? Met ongeveer alles, met muziek, met relaties, dope. Dope? Dat helpt als je experimenteert met andere dingen. Ja, ja echt waar? Ook ja, bij relaties? Dat kan, ja, dat loopt altijd verkeerd op. Af, maar, maar het helpt wel qua experiment ja. Natuurlijk. Met plekken om te wonen, met het meeste uit die tijd, of dat waar ik het meeste van geleerd heb, is om compleet los te komen van materie. Dus om niet in een heel mooi huis te willen wonen, maar in een heel handig huis. Ik kom er nu steeds meer achter dat dat al wel een hele essentiële, belangrijke periode in mijn leven is geweest, waardoor ik... Ja, nu eigenlijk toch wel een iets makkelijker leven heb dan wanneer ik dat had overgeslagen, denk ik. Want dat weet je natuurlijk nooit. Ja. Dus van die periode herinner je niet veel? Herinner je iets over je jeugd? Toen je nog niet wist wat dope is? Ja. Hoe was het die jeugd? Ja, jeetje, wanneer beginnen we? Begin maar bij de eerste herinnering. Als ik het niet weet, vraag ik altijd naar de eerste herinnering. Dit wordt een hele lange uitzending. Nee, wat ik me herinner, ik heb veel broertjes en zusjes. Mm. Ik heb 4 zusjes en 2 broers. Dus wij waren met veel mensen thuis. En ik ben de jongste daarvan. In mijn mapje stond 7. Maar dat was met jou. Ja, met mij erbij, hè? Ja, nee, dan klopt dat. Dat doe ik wel vaker, dat ik mezelf meereken als het over mijn familie gaat. Ja. We woonden in Heilo. Dat is vlakbij strand, bij, ergens? Ja, ja. Vlakbij strand van Egmond. En Bergen, Alkmaar. Ja. In een vrijstaand huis met een grote tuin. Wel met ontzettend veel mensen. Dus we hadden die ruimte die we hadden ook wel nodig. Maar ik ben toch wel behoorlijk, zeker als ik er nu zo op terugdenk, behoorlijk luxe opgegroeid. Met allemaal hele eigenwijze mensen om me heen. Dat helpt ook zeker als je de jongste bent, helpt dat. Dus ik heb al snel geleerd om een grote bek te moeten hebben. Mijn eerste herinnering is dat toen zat ik nog niet op de kleuterschool, dat ik op het stoepje bij ons achter zat en dat mijn zusje, die 3 jaar ouder is, met een vriendinnetje er vandoor ging. Want die gingen, weet ik veel wat, in bomen klimmen. Het is echt zo'n idyllisch met veel groen en ruimte jeugd. Sorry. En zij gingen er met z'n tweeën vandoor, maar waren toen ook 3 jaar ouder. Dat maakte wel, ik denk dat ik 3 was, dus dat maakt nog wel uit, hè, of je 3 of 6 bent, maar dat vond ik niet. Dus ik wilde per se mee, dus ik heb, mijn eerste herinnering is dus verdrietig, dat ik heb lopen schreeuwen en janken om alsjeblieft mee te mogen. En dat mijn zusje voor met de eerste assertieve neigingen zei nee. Oh ja. Ja, en toen, dat is een beeld. En toen ging dat je, ik dat zag weglopen. En toen ging je piano spelen. Want je begon... Toen ben ik naar binnen gelopen, ben ik meteen gaan piano spelen. Ja, toen heb ik, ja. En toen heb ik mijn eerste pianoconcert geschreven. Nou. Hele depressieve, achtige, satie-achtige toestand. Nou heb ik primair, hè,
Dat heet primair in journalistiek, dit. Dat heb je nog nergens verteld, dit. Hè? Ik heb dat beetje op aangestuurd, moet ik zeggen. Hè? Maar het is toch wel primair. Maar je begon te spelen pas op je vierde, dus dat is wel een beetje... Kort door de bocht een beetje. Spelen, ik heel veel lawaai maken. Ja. Maar wat ik niet goed heb begrepen, dat jij was op les, hè? En jij je moest oud noten spelen, want zo gaat het meestal op les, nee? Maar ja. dat deed je niet, maar jij was van overtuigd dat die leraar dat niet merkt. Ja, dat vind ik achteraf zo ontzettend lief. Toen was ik dus 8 of 9 of zoiets. We schieten wel op, hè, dus we halen dat Hoezo uur wel. 8? Nee, toen was jij 8. Ja joh, toen ik op les ging was ik 7 denk ik, of 6 of 7. Ik was geen wonderkind, dus ik mocht gewoon naar muziekschool. En daar had ik een leraar, meneer Teer. En ik moest, ik zat al lang al op dat ding te rammen. Ja, hoe ongeveer? Zouden we dat mogen horen? Even hoe je dat deed, als kind. Kan je dat nog? Ik weet zelfs de melodie nog, maar nou kijk, dat is het leuke van radio, hè. Maar ga je dat nou beter doen? Niet beter dan toen? Nee, gewoon ongeveer zoals toen. Dat is dus, maar dan met kleine vingers. Dus ik heb nu toch iets te grote handen, dus het zal zoiets zijn geweest. En dan zong ik daar dan doorheen. Nou, zo klonk dat ongeveer. Even voor de luisteraars. Luisteraars, ik heb nu gezien hoe Maarten van Roosendaal van zijn grote hand een kleine handje maakte. Ongeveer zoals hij zonder stokjes probeert Chinees te eten. Zo handjes heeft hij gemaakt. En dan ging hij spelen. Alleen zijn stem was niet die van... Die van een 4-jarige of een 7-jarige. Nee. Ja, dat is niet gelukt. Jammer, hè? En dus... Maar goed, nou serieus, want dat is... Het ging mij alleen maar om geluidsdruk. Dus ik moest zoveel mogelijk herrie maken. Ik had via mijn broers en zussen kwamen natuurlijk de langspeelplaten binnen. Van de rock'n'roll en de popmuziek. Daar spreek ik over 1968, 69 denk ik. En ja, dat moest ik gewoon nadoen. En ik vind dit eigenlijk als samenvatting van de popmuziek vind ik dit niet slecht. Nou ja, we gaan meer naar Minkers toe dan, maar je bedoelt ongeveer wat ik bedoel. Als het maar een hoop herrie geeft... Begrijp me wat Maarten bedoelt. Ja, natuurlijk is het natuurlijk dit. Mag ik een levendige antwoord van het publiek? Begrijpen we wat Maarten bedoelt? Als jullie nou klappen, dan weten we zeker dat we dat... Ja, goed! Je luistert naar Chimex Nacht. Dit is het moment voor muziek. Ik laat altijd mijn gasten in mijn uitzending een plaatje draaien. Welke zou je doen vanavond? Oh, plaatje van jezelf. Een plaatje van mijzelf? Ja, of cd'tje. In dit geval, omdat we hier geen apparatuur hebben, moet je dat zelf nadoen op de piano. Ik stel voor dat je doet één van jouw helden. Wat vind je nou van... Nee, dat speel ik niet. Echt niet, Martin. Dat doe je nooit. Nou, dat kan ik ook helemaal niet. Helemaal niet? Nee, ik heb een bepaald systeem met dat klavier waarbij ik gewoon mijn eigen verhoudingen begrijp, maar ik speel nooit. Kijk, het enige wat ik natuurlijk wel kan is namaak nadoen. Ja, ja, en nou zal ik een van mijn grootste helden, ja. Namelijk Lionel Richie. Ja. Yes, once, twice, three times a lady, and I love. Maarten van Roosendijk. Maarten, je bent nou met een... Je bent nou met... Staan. Wil je water? Nee, ik zie mijn asbak staan. Vind je het erg? Je mag roken, ja, je natuurlijk. Hebt geen last? Okay. Ja, natuurlijk. Jullie, luisteraar, thuis mogen jullie ook roken, maar de luisteraars in de zaal niet. Hè? Dat is voordeel van luisteren op keken en luisteren tegelijk. Oké, Maarten, je bent nog nooit in Ahoy geweest, bedoel ik, op het podium. Je hebt nog nooit... Nee, nou, ik heb er wel een keertje rond mogen lopen toen vrienden van me daar die boel vol speelden. Ja? Heb ik eens vol bewondering zo tussendoor. Wie waren dat? Het is toch wel groot, maar die jongens van Bluff. Ah, van Bluff. Dit is wel groot, jongens. Oh, joh. Maar denk je dat je... ooit Ahoy zal veroveren? Nee. Maar dat ligt natuurlijk niet aan jou. Nee, dat ligt aan onze bevolking. Ja, dat ligt aan onze bevolking. Dit is weer voordeel voor de kijkersluisteraars hier, want die kunnen dat zien.
Dan laat ik jullie zien de omslag van het parool, PS, dat is een bijlage van de Hoofdstedelijke Krant, van vorige week zaterdag. Ik krijg het echt allemaal voor mijn kiezen, geloof ik. Kijk. Kunnen jullie dat lezen? Dit is dus Maarten van Roosendaal. Dit land had een ander volk verdiend. Mag ik nou eventjes horen hoe jullie fluiten? Dat volk, dat zijn jullie ook. Volgens mij zijn ze het helemaal met mij eens. Nou, kijk, Martin, dat is natuurlijk wel zo dat als dus dit... Dus wij zijn hier een elitair clubje. Juist, daar gaat het om. Daar gaat het om. Er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die dat lezen, die lachen zich helemaal rot en begrijpen exact wat ik bedoel. Wat bedoel je? Nou, in ieder geval is het handig van zo'n opmerking op de voorpagina van Parool. Ik heb het niet gevraagd of ze dit voorop wilden zetten, hoor, maar ik heb het waarschijnlijk als slip op de tong ergens tussendoor verteld. Kijk, dit is nou goede markt. Je hebt als slip door de tong. Slip op de tong. Ja, heb je tussendoor verteld wat je denkt? Ja, ik lul veel en dan heel af en toe komt er een zin uit die ik meen. Die je meent, ja. Dit is dus echt, ik was daar wel blij mee dat het stond, want dat is dus echt goede marketing, hè? Ja, dat heet zo. Ja, dat weet je ook. Nou, dat denk ik dan achteraf. Denk ik van, nou, in ieder geval zullen er een heleboel mensen geen zin meer hebben om in mijn zaal te komen zitten. En het feit dat die mensen wegblijven, daar ben ik ook heel blij om. En gelukkig zijn er nog genoeg over waar ik dan mijn geld mee kan verdienen. Maarten, die zijn er nog in Nederland ergens. Maarten, ik sluit nu mijn ogen okay. Voor de luisteraars thuis. En ik hoop dat je voor ons allemaal, die nu luisteren, iets kan spelen dat zo klein is, zo ingetogen, dat het nooit in Ahoy gespeeld kan worden. Ik heb veel van dat soort dingen geschreven, maar ik vind deze altijd nog wel, dit is echt oud. Ik denk dat ik dit melodietje bedacht heb toen ik, denk 19 was of iets, maar dat heb ik later weer gebruikt. Zeg maar stop als je er zat van hebt, hè? Dat is eenvoudig, hè? Ja. Ja. Dankjewel. Het mooie van dit ding vind ik dat het heel erg open en ongelooflijk eenvoudig en ontzettend voor de hand liggend is. Ja, waarom heb je geen tekst opgemaakt? Heb ik gedaan. Oh. Tussen de brontel en de kleine teddybeer ligt heel alleen. Nieuw wit knijn. Meisje speelt iedere dag met haar lappenpop. Moet je dan eerst half aangevreten zijn? Dat was de tekst. Ik schud ze uit mijn mouw, hè? Maarten, mag ik dat nog een keer voor de buitenlanders, dus voor mij? Want ik vond het jammer dat je de voorspel hebt weggelaten. Dus je viel zo met dat tekst weet je, dat ik eigenlijk niet in staat was naar de tekst te luisteren. Je wil hem nog een keer horen? Ja, nog een keer. Dan beschouwen we dit als voorspel. Nee, doe maar alsjeblieft die voorspel echt. Dat je daarin glijdt, dat is mooi.
tussen de Bromtol en de oude teddybeer ligt heel alleen. Nieuw wit knijn. Meisje speelt iedere dag met haar lappenpop. Moet je dan eerst half aangevreten zijn? Nou komt eigenlijk het naspel waarbij dan in die tijd Kim Soepnel heel mooi tweestemmig daar dan overheen zat te strijken. Meesteres van de gestreken bas. Dank je wel. Vertel alsjeblieft iets over je vader. Ja, dat is een oneindig verhaal natuurlijk. Ja, maar dat begin, mijn vader. Vertel alsjeblieft over wat hij deed precies. Want jullie waren met zijn zevende thuis, hè? Jou meegerekend. Plus ouders, dat ja, negen. Ja. Maar er kwamen ook nog over de vloer patiënten van je vader. Ja. Wie waren dat en wat deed hij precies? Mijn vader werkte het grootste deel van zijn leven in Sint Willibrord. Dat is was een katholieke inrichting, psychiatrische inrichting in Heiloo. En hij was uiteindelijk, of dat heeft hij zelf ontwikkeld, de psychomotorische therapie. Dus dat was, dat heeft hij met nog wat mensen gemaakt, eigenlijk zo in de 50e jaren, geloof ik. Dus toen ik nog niet bestond. En dat ging, dat vinden wij nu heel erg logisch. Maar waar het om ging, is dat je met dat je aan de hand van het bewegen van psychiatrische patiënten diagnose kan stellen. Of andersom, door patiënten te laten bewegen. Genezing is vaak geen sprake van, maar dat je mensen wel kunt helpen. Het is nu een heel bekend gegeven als iemand heel gedeprimeerd is. Wordt er ook gewoon een inrichting gezegd, ga jij maar eventjes, zo heette dat bij ons vroeger thuis, ga jij maar even een rondje om het huis. Nu gaat het op de atletiekbaan, dus omdat als je gaat rennen, maak je waarschijnlijk serotine aan of weet ik veel wat. En dan, dus om mensen te laten bewegen. Dus het gaat, wat ik ervan begrijp tenminste, het gaat, ik begrijp er wel iets van natuurlijk, maar het gaat twee kanten op. Maar het belangrijkste aspect voor hem zelf was, hij was erg geïnteresseerd in schizofrenen. En hij werd ook toen hij klaar was met werken, nog steeds in het land, heel veel gevraagd om achter zo'n one-way screen, dus zo'n spiegel zou ik maar zeggen, te gaan zitten en groepen patiënten te zien bewegen en dan diagnose te stellen en dan kijken wat je daarmee kan doen. Mijn vader had een grote liefde voor psychiatrische patiënten. Hij was op een gegeven moment ook heel theoretisch bezig. Voelde je niet als kind, als je dit weet, en als puber, en later toen je bijvoorbeeld, je hebt de school niet afgemaakt. Hè? Nee. Dus voelde je niet wel eens bekeken door je vader? Ja. Meen je dat? Ja, natuurlijk. Hoe ging maar dat die man dan? Had ook ogen, weet je wel. Kijk, jij hebt ogen. Maar ja. Kijk, het is voor mij een makkie om jou aan te kijken. Nee, dat is niet waar trouwens. Maar mijn vader had echt, die kon. Maar ik gedraag me goed tot nu toe. Ik kan toch heel goed faken alsof ik me op mijn gemak voel. Ja. Mijn vader kon echt, die kon je aankijken, of ik heb hem ook heel veel, ook andere mensen zo zien aankijken, die kon heel goed kijken. En daar had hij ook hele grote bruine ogen voor, die echt. En mijn vader heeft mij ook wel eens vragen gesteld, dacht ik van, oh ja, het is helemaal niet goed met me. Zou je een voorbeeld kunnen geven? Toen ik 19 was, opeens neemt hij me, alles ging bij ons redelijk terloops en vertrouwd. Alleen als er echt iets aan de hand was, omdat we ook zo'n groot gezin hadden, dan belanden we bij mijn vader in de auto. Mijn vader deed op een gegeven moment op een redelijk terloopse manier, bij ons in de bijkeuken, dat had hij volgens mij ook goed bedacht. Hij dacht, ik ga die jongen verrassen. Zegt hij opeens van, hey, heb jij soms dat je je ontzettend ongelukkig voelt en dat je dan na een paar uur opeens heel erg gelukkig bent? En ik dacht, hij slaat een spijker op zijn kop, weet je. Dus ik zeg volmondig ja. Pas later begreep ik van, oh ja, hij wil gewoon testen of ik manisch depressief ben. En dat is de hele. En in principe ben ik neurotisch depressief. Maar wel met kleine manische kantjes.
Wat is neurotisch depressief? Neurotisch depressief is dat als je veel piekert, erg last hebt van jezelf. Niet zo heel... op zich zijn dat helemaal over het algemeen. Ik wil... Het is heel erg om te zeggen, maar het zijn niet de meest beroerde mensen. Die hebben namelijk meer last van zichzelf dan dat andere mensen er last van zullen hebben. Die hebben meer last van zichzelf dan... Ik heb meer last van mezelf dan dat andere mensen last van mij hebben over het algemeen. Of ik kan een grote bek hebben of dat ik een beetje dominant ben of zo. Dat is natuurlijk vervelend, maar... Maar werkt dat ook zo, dat als je zoveel last van jezelf hebt, dat je minder last hebt van anderen? Nee, ik heb ontzettend veel last van anderen. Want dan zou dat bijna handig zijn. Gezellig. Dan zou dat handig zijn. Nee, ja. Psychopaten die hebben geen last van anderen. Echt waar? Dat is de enige psychiatrisch patiëntengroep die geen last hebben van anderen. Die zien anderen alleen maar om te kijken hoe zij daar beter van kunnen worden. Die hebben geen last. Ja. Psychopaten zijn gevaarlijk, hè? Ja, het is maar hoe je het beschouwt. Ik bedoel, de hele westerse wereld draait er ook op. Dus, ja. Maar ze brengen ook heel veel geld in het laadje. Dus ja. Maar, het is maar hoe je er naar kijkt. Kan je een psychopaat herkennen? Dat is heel moeilijk. Ik niet goed. En je vader? Ja, die kon dat wel. Ja? Ja, maar het is heel moeilijk. Het is pas sinds kort in Amerika, want ik volg het nog een heel klein beetje, omdat ik er gewoon, het is me met de paplepel ingegoten. En er zijn nog wat zwaarders van mij die in de psychiatrie werken. Er is nu pas in Amerika een heel ingewikkeld model ontwikkeld. Dat is voornamelijk voor bedrijven bedoeld zelfs. Om te kijken of je dat soort gasten in je top van je bedrijf hebt. Omdat wat er altijd gebeurt is, op het moment dat jij op een afdeling iedereen heeft ruzie, dan gaat iedereen oplossen de mensen die ruzie hebben. En waar ze nu steeds meer achter komen, nee, je moet oplossen degene die geen ruzie heeft. Dat is een psychopaat. Dat zijn namelijk mensen die zorgen ervoor dat andere mensen ruzie hebben. En als andere mensen ruzie hebben, zijn ze niet meer scherp en dan worden zij de directeur. Of de president. Ah. Waarom denk jij dat Bush in de hele wereld ruzie wil? Ja, muziek. Het lukt hem niet. Maar dat... Muziek. Dit is wel. Kan ik op geen enkele wetenschappelijke manier. Laat mijn vader niet horen, want dit mag, ja, zo mag ik natuurlijk helemaal niet over precies patiënten praten. Maar en omdat je dat ik niet, ben maar een arme zanger. En omdat je dat niet kan staven, dan vroeg ik. Daarom vroeg ik om muziek. En ik heb. Mag ik één verzoekje doen? Dat is tenslotte mijn programma. Ja, ja. Ik zou zo graag iedereen gelukkig mee maken. Ik hoop dat ik jou ook mee gelukkig maak met dat verzoek. Maar het is een moeilijk nummer, vind ik. Tenminste, ik vind dat moeilijk, omdat. Daar stond je bij zelfs op een gegeven moment. Maar dan speelde jouw compaan. Ja. Dat kan hier niet, dus je kan hier niet staan. Maar dan gesticuleerde je ook. En dat is een prachtig liedje. Een van de weinigen, moet ik zeggen, die optimistisch zijn. Hele optimistische liedje. Dat kan ik vast niet meer spelen. Over lente. En omdat dat... Ja, mooi. Dat is echt een tijd geleden, hoor, trouwens. Om te janken, zo mooi. Die bedoel je toch? Ja, die bedoel ik. Ach, zie de lammeren nou toch lurken. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Dan moet ik even nadenken. Kan iets mooier dan het mooi is? Kan iets groter zijn dan groot? En voel de horst uit. Ik kan het vind niet goed leuk spelen. Als je moet nadenken. Nee. Want ik vind dat de kunstenaar die nadenkt, hè, de kunstenaar die nadenkt, dat is niks. Ik vind, mag ik je ervan bevrijden van nadenken? Ja, graag. Als je zo lief zou willen zijn, doe dat als gedicht. Want dat zijn jouw woorden, hier zijn die woorden. Doe dat als gedicht. Ik was er al bang voor, ik heb mijn bril meegenomen. Dat heeft nog nooit iemand gehoord van jou, behalve... Dit is ook de eerste keer dat ik het doe. Ja. Zie de lammeren nou toch... Kom, kan je staan als je... Ja, dat kan ik ook nog wel proberen. Ja, want dat vind ik... Wil je me mid toneel, wil je me front zaal? Of nou, wil je de me... zaal wil jou, denk ik, daar. Of wil je me front radio? Hoe willen dat jullie maar... Zo is het. Ja, dit is prachtig. Nee, dit is... Ja. Dit is leuk om te doen, hoop ik. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten, kan iets mooier dan het mooie is.
kan iets groter zijn dan groot. En voelde Horst haar nou toch lonken, haar knoppen staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Mooi om te janken zo mooi. En zie de irissen nou toch pronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguanentong. En zie de veulens nou toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is. Kan iets jonger zijn dan jong. Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppies rennen rondjes, bijtend naar hun eigen staart. Kan iets leuker dan het leuk is. Jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben goddank dus nog een keer één jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Mooi om te janken zo mooi. En nu de wingerd zich weer lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Mooi, het is om te janken zo mooi. Mooi om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen en ik buiten op mijn rug lig, starend naar het firmament, kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan eeuwig. Dan ben ik goddank dus nog een keer gevangen in het moment. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi. Mooi. Om te janken zo mooi. Dankjewel. 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 Doe alsjeblieft je brilletje nog niet weg. Want hier is ook een gedicht van Jean-Pierre Ravi. Dat is knap. Dat is heel knap. En ik ben heel benieuwd hoe jij, dat heet Sterfbed, hè? 21. Nou ja, het is jouw boekje, weet je. Ja, maar ik moet zeggen, die heb ik ook nog niet gelezen, want ik ken ze al. Oké, dit is het, ja. Jean-Pierre Ravi. Dit is van Jean-Pierre Ravi. Ik heb het in mijn nieuwe programma is het niet gelukt, maar ik heb al in een aantal programma's iets van hem gezongen, want ik vind dat hij een hele goede te zingen dichter is. Maar dit is werkelijk zijn meesterwerk, vind ik. Ja. Mijn vader sterft. Als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken. Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken en is bij elke ademtocht benauwd. Dus schud ik kussens en verschik de deken, waar hij met krachteloze hand in klauwt. Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud, en blijf als kind voor eeuwig in gebreken. Wij volgen één voor één hetzelfde pad en worden met dezelfde maat gemeten. Ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten, zoals hij bij zijn eigen vader zat. Straks is hij weg en heeft hij nooit geweten hoe machteloos ik hem heb lief gehad. Bravo. Dit is zo goed geschreven. Ja, dat is zo goed geschreven, maar dat wat jij geschreven hebt, het was ook heel goed geschreven. Ja, nou ja. Maar weet je wat mij opgevallen is, luisteraars? Dat jij van jouw tekst toch een soort afstand neemt. Jij leest dat gedicht van hem met soort stille eerbied. Ja, die jij aan jezelf niet durft te bewijzen. Nee, maar zover ben ik ook nog niet. Ik ken het geploeter van die tekst en ik ken de tekst en ik... Ik vind het ook. Is dat moeilijk voor je? Ik kan is dat moeilijk voor je om uiteindelijk te zien dat je goed bent? Ja. Ja. Daar ben ik nog helemaal niet mee bezig. Ja. Dat is ook heel erg onverstandig om daar nu. Ja. Maar ben je ook bang om dat aan jezelf toe te geven? Ik heb er niet zoveel aan. Ja, je hebt daar niks aan. Ik heb er niks aan. Ja. Kijk, ik kan heel af en toe wel genieten dat ik denk van nou. Maar dan is het in de termen van, dat heb ik handig gedaan. Ja, ja. Ik vertrouw mezelf niet wat dat betreft. Ja, ja. Ja. Kan je dat voorstellen of niet?
Dat is een beetje raar. Nou, ik probeer me er niet van af te halen, hoor. Maar ik heb, ja, ik vind iets handig doen. Als ik, dat heb ik handig gedaan. Nou, dan was ik niet in contact met mensen met welke ik iedere dag wil omgaan. Maar met mensen met welke ik iedere dag wil omgaan, heb ik enorme nasmaak als ik denk dat heb ik handig gedaan. Ja, oké, maar over je eigen werk? Ja, die heb ik niet natuurlijk. Dat is goed met je. Dat is goed met je. Dat maakt het makkelijker voor mij. We doen maar wat. Ja, eigen werk. Ja, dat is. Ja, zou je nou. Ik zou jullie dat ook zo graag willen, luisteraars thuis en hier in de zaal. Ik zou nou die liedje over lente zo graag horen. Want nou ken je de tekst weer wel. En als je hem niet kent. Ik krijg het niet voor elkaar. Want dan kennen wij die tekst. Dat maakt niks uit. Er zijn ook wat verschillende versies van, hè? Nee, die tekst ken ik volgens mij weer. Ach, zie je de horst dan op? Nee, zie je wel, ik ken de tekst helemaal niet. Heeft dat iets met Zenuwet te maken? Nee, gewoon omdat ik op dit moment een ander programma aan het spelen ben. Dus mijn hoofd. Ik schrijf ook. Ja, mijn teksten schrijf ik dan wel op, maar ik vergeet dat ook gewoon. Ja, maar wij gaan toch niet van dat nieuwe programma iets doen, want dan komen de luisteraars niet meer. Nee. En bovendien heb je best kans dat ik nu dat ook niet in mijn hoofd ken, omdat ik nu zo gewend ben dat daar Egon staat en daar Marcel, weet je. Ja, ja, dat zijn jouw kompanen. Kompanen, Egon Krachten, Marcel de Groot. Ach, zie de lammen dan toch lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen luchten. Kan iets mooier dan het mooie is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst aan al toch lonken, haar knoppen staan op barsten. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. Goed, tot hier, want hierna gaat het bouwen. Ja, ja, ja. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Ja, 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 ja. Sorry, ja. Martin, maar ja, ja, ja. Heb jij nog iets van water? Ja, ik heb water voor je. Ik heb hier een grote kan. Fijn. Dat is lauwe water. Maar ja, dat is juist goed. De dorstigen laven heet dat. Ja. Dat, zeg, dat is laaf, uit je vorige programma. Dankjewel. Daar heb ik dat woord geleerd, laven. Ik leer wel eens woorden van jou, zoals ik die vroeger. Laven betekent ook iets anders, hè? Ken je die ongelofelijke akelige beestjes die ze bij een tuincentrum verkopen? Nee. Dat zijn ook laven. Aha. De Nederlandse taal is heel ingewikkeld. Aha, een laaf is heel erg gezellig. Ja, dat en de dorstige laven betekent eigenlijk iets anders. Maar ik heb toch wel het idee dat ze dat woord laaf gejat hebben van het laven van de dorstige. Maar dat moeten we. Nou ja, wat dat betreft is Nederlands. Ik zou er ook verder niet meer aan beginnen. Niet meer aan beginnen. Blijf gewoon spreken zoals je spreekt. Wat wilde ik vragen? Nou moet je mij ook helpen. Laaf de dorstige, daar had je het over. Ben je een beetje sadistisch? Ja, nou, sadistisch. Nee, dat heeft. Sadistisch is echt dat je. Ja, je weet natuurlijk precies wat dat betekent ook. Dat komt door de vader, dat je dat allemaal heel goed kan definiëren. Echt een sadisme, dat heb ik niet. Nee, ik kan niet genieten van iemand die pijn heeft of zo. Nee, dat vind ik niet leuk. Beetje plagen vind je wel leuk. Hè? Pesten, dat vind ik leuk. Ja, ja, want het publiek moet je. Dat is ook uitspraak van jou. Publiek moet dat vooral niet. Hoe was dat? Moet het niet aangenaam hebben, nee. Nee. Hebben jullie dat aangenaam? Ja, ze hebben het is een hele rare afspraak die je maakt. Als je voor een beetje intelligente mensen speelt, dan heeft iedereen natuurlijk juist, voelt zich wel heel erg prettig, omdat er nou een beetje met ze gesold wordt. Dat vind ik ook fijn als ik op de proef gesteld word. Maar het echte aangenaam maken, dus dat je maar achter iedereen aan lult en eigenlijk alles zegt wat iemand ook al denkt. Dus alleen maar bevestiging zoekt als artiest. Als ik ken dat soort artiesten, ik kijk er zo min mogelijk naar, maar je ziet ze heel veel op televisie voorbij komen. Met de dood in hun ogen. Je hebt beroemd willen zijn. Weet je hebt een soort oprispingen van je maag. Van je maag. Ja, als zanger. Maar wat is het? Nee, maar dat is al een paar keer gebeurd. Dat je een soort
Hey. Ik heb volgens mij eens kapotte maagkleppen. Hoe meen je dat? Ja, dat is heel gek, dat is een zangersding. Het is grappig, want ik heb het nu helemaal niet door. Maar vlak voordat ik speel bijvoorbeeld, dan moet er eerst heel veel lucht weg. Aha. En ik denk dat ik kapotte maagklep heb. Maar ik heb een keertje, ik maakte me op een gegeven moment zorgen over. Ik denk, ik moet naar de dokter. Maar toen stond ik te wachten in de coulissen voor iets. Er was een ding, daar stond Stef Bos, daar stond Thomas Akda, daar stond ik. En nog zo'n loser. En we zaten echt met z'n vieren allemaal diezelfde rare geluiden te maken. Aha. En we dachten echt van, wat is dit? Dus dat heeft iets met zangers, dat je misschien verkeerd of te veel ademhaalt. En heb je toen nog beseft dat je bij de podium staat? Of dacht je, ik zit nou in de wachtkamer bij de specialist? Ja, ik was blij dat zij dat ook had. Ik denk, ik wacht eerst tot zij doodgaan en dan ga ik daarna pas naar de dokter natuurlijk. Ja. Kijken wie het eerst is. Ja. Nee, dat is flauw. Maar ik heb dat al sinds ik heel veel zing. Ja, ik denk dat die maagkleppen verrot zijn of zo, maar ik heb er verder... Dat is nou iets waar de mensen in mijn omgeving meer last van hebben dan ikzelf. Ja. Dus, wat is jouw omgeving? Want uit al die knipsels ben ik niet wees geworden in die zin dat ik niet weet of je getrouwd bent, of je kinderen hebt. Ik ben niet getrouwd, ik heb geen kinderen. Geen kinderen. Ik heb wel al, 14 jaar een relatie. Ja. En ik noem Eva wel altijd mijn vrouw. Ja. Je bent niet op de vraag, bent in monogaam? Heb je niet antwoord? Uit principe, nee. Heb je niet uit principe. Of niet zo, uit principe heb je. Ik heb ook heel erg weinig aanleiding om Nee, dat antwoord was wat zei je? Nog beter. Je zei, bent in monogaam? En je zei, ik ben trouw. Punt. Juist. Dat vond ik heel dat mooi. Is waar. Ja. Ik ben trouw, ja. Ben je trouw ook aan je muzici waar je mee werkt? Ja. Ja. Zeg iets over hen, want die deden op mij enorme indruk. Want terwijl jij soms brutaal bent op toneel, hè, beetje arrogant zelfs, ja, misschien, hè, in de kader van publiek pesten, ja, hè, zij twee zijn altijd vriendelijk. Ja. Zijn ze dat ook echt? Of heb je ze zo gecoacht? Ongelofelijke klootzakken, maar nee, maar dat is wel onderdeel van wat we doen. Ja. Daar is over nagedacht. Ja, daar is over nagedacht, natuurlijk. Ja. Dus het gaat heel erg over. Kijk, zij hebben eigenlijk, dat is in dit programma ook weer, hun aandeel is ongelooflijk belangrijk. Alleen ik ben degene met tekst. Ik schrijf het ook, dus het is ook niet meer dan logisch dat ik dat ook breng. Door hun erbij te hebben. En ook de manier waarop zij zich situeren en zich gedragen op toneel, kan ik me veel meer permitteren. Ik wil van hun dat ze heel open spelen, te vertrouwen zijn, plezier hebben tijdens het spelen, maar dat is gewoon een instelling, dat is iets anders. Dat kan je niet faken, dat is hoe je naar het toneel op gaat. En hoe je toert, bijvoorbeeld. Ik zorg altijd dat er goed gegeten wordt, dat we het ook echt leuk hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Dus hoe doe je dat? Want dat wil iedereen weten natuurlijk thuis. Hoe doe je dat? Zorgen dat de anderen dat leuk hebben. Dat lijkt me heel moeilijk. Zorgen dat er goed voor ze gezorgd wordt. Ja. Het is op een gegeven moment, als je veel toert, is het heel zwaar. Ik beknibbel niet op onzin dingen. Dus ik vind echt, er moet goed gegeten worden, er moet genoeg te drinken zijn, er moet... In die zin, want ze zijn bij jou in dienst, of hoe gaat het dan? Eigenlijk voor die periode natuurlijk wel. Aha, aha, aha. Ze sturen gewoon rekeningen. Dus je bent een goede werknemer? Ik denk het wel, ja. Ja. Maar ik verwacht ook wel, ik ben ook een beetje een strenge, ik verwacht ook heel veel. Ja. Dus het is wel, er moet wel hard gewerkt worden, anders... maar dat is met de Egon en Marcel natuurlijk niet zo'n probleem, omdat die zien zelf ook wel dat je alleen maar lol hebt met spelen, dus dat het alleen maar leuk is als je er vol in gaat, want anders... ben je voorstelling aan het wegspelen en dan wordt opeens zo'n zaal of een zaaltje ergens... Ja, dan sta je daar je ding te doen, weet je wel. Hoe lang speel je nou? Dit is je zevende voorstelling, geloof ik. Mijn achtste voorstelling. Achtste. En die eerste, speelde je al met hem? Nee, speelde ik met Kim Soepnel. En Egon is de tweede, heeft hij haar opgevolgd. Dus met Egon speel ik nu 7,5. Dat is ook al lang. Ja. Ook al 12 jaar of zoiets. En Marcel... doet nu volgens mij voor het vijfde seizoen mee. Maar in het begin speelden jullie toch voor hele kleine zaaltjes? Nog steeds wel eens. Maar wat zijn de kleinste zaaltjes waarvoor jullie spelen? Hoeveel mensen? Het kleinste is niet zo interessant. Maar hoeveel mensen bedoel je? Ja, één. Ja. Nee, dat is onzin. Ja, daar begint het natuurlijk. Ja, maar en een keertje naar Groningen gereden. Zat in het Universiteitstheater, zat er één iemand.
Jean-Pierre Ravi, neem ik. Nee, was dat maar waar? Nee, dan ga ik wel naar zijn huis toe gewoon. Ja. Echt waar? Nee, maar ik heb heel lang voor zo'n... in Amsterdam is dat weer wat anders en in Rotterdam, zo is het echt bij ons. Groningen gaat altijd wel goed. Maar bepaalde plekken in Nederland, nou nu is dat niet meer echt zo, maar daar heb ik heel lang voor zo'n 15 of 30 mensen gespeeld. Ja. Dat is niet zo heel vervelend om te doen hoor. Ik heb Jean-Pierre Ravi gezegd en ik moet nou aan de hand van de vader denken die hij dus in dat gedicht vasthoudt, vader sterft. Je hebt dat in je programma opgenomen. Ja. Je vader was heel belangrijk voor je. Je vader heeft jouw successen niet meegemaakt. Hij heeft wel, in het begin wel meegemaakt dat jij won een of andere prijs in 1994. Ja, en toen was je, dat was belangrijk dat hij dat gezien heeft. Geweldig beeld. Dat was in Nieuwe de Lamar. Dus kijk, nu bij die cabaretprijzen, dat was het Amsterdam Kleinkunstfestival. Het is nu ook zo, ik geloof dat ze in het... Hoe je dat cabaret de Vette bijvoorbeeld, of nee, cabaret de Vette niet, dat al die andere kameretten. Daar hebben ze dan hun finale in de Schouwburg in Rotterdam. Dan ga je dus met beginnende artiesten, zet je dan voor 1500 man neer. Nou, schiet mij maar lek, ik zou de zin daar niet van weten, maar het is in ieder geval lekker maken dat iedereen denkt dat je wel even lekker beroemd kan worden door drie moppen te vertellen. Maar zo moest ik toen in 1994 al in Nieuwe de Lamar gaan staan. Ik had daar niks te zoeken, want zo'n zaal spelen vereist een hele andere techniek dan kleine zaaltjes. Maar goed, maakt niet uit. Wat voor mij leuk was, ik win daar twee prijzen. De publieksprijs en de juryprijs. Maar hoe heb en je op prijs 7 zit mijn hele familie. Maar wacht even, maar hoe heb je dat gedaan als dat niks voor jou was? Want jij zegt ik heb me daar echt doorheen geschreeuwd. Het was schandalig. Ik had in Bellevue, dus in Klein Bellevue, in de halve finale een redelijk voorstelletje gespeeld. Waarvan ik dacht, nou, dat heb ik toch behoorlijk onder controle. Toen werd ik compleet afgebrand, want wie dacht ik wel niet dat ik was en zo. Het was pretentieus een beetje. Ja, nou, dat ik naast mijn schoenen liep. En dat kwam ook omdat vlak daarvoor werd Shaffi 60. En toen was ik gevraagd, nog voordat ik aan die halve finale meedeed, om op die avond die voor hem georganiseerd was, twee liederen te zingen. Ja, daar zaten dan ook weer die gasten uit de jury en die konden dat toch niet hebben, weet je wel. Dat zijn rare mechanismen die er dan gaan spelen. Ja. Zo denk ik er nu over na. Maar uiteindelijk had ik een slecht juryrapport. Ik speelde toen met Kim. We moesten het Nieuwe de Lamar in. Ik had echt zoiets van, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk doen? En we hebben gewoon met elkaar afgesproken, alleen maar rammen. Dus dat het er ontzettend emotioneel uitziet. Ja, nou ja, het klinkt treurig, maar ik heb dat gewoon gedaan. Omdat ik denk van, ja, ik moet ook dat ding winnen. Nou, zo heb ik dus briesend dat ding gewonnen. Eigenlijk voor die jury, ja, toen een schande. Die zijn er gewoon ingetuind. Ja, dit was overgave. Nee, dat was geen overgave, dit was gewoon een... Ik krijg nou regieaanwijzing van meneer op de eerste rij, Gijs Groenteman. En de regieaanwijzing is heel goed, alleen ik durf dat bijna niet te vragen, Gijs. Maar omdat ik het namens alle luisteraars vraag, en die gaan nou thuis allemaal klappen, dan zeg ik voordoen hoe je doorheen ramde en met ongeveer wat. Mag ik applaus, want anders vraag ik het in mijn eentje. Met wat? Ja, dat is een van mijn... Dus wij zijn op dit moment, wij moeten de sfeer scheppen. Wacht even, dus ja. Eigenlijk heeft hij al verloren. Hè? Want de juryrapport is zo. Hij loopt een beetje naast zijn schoenen. Ja. Maarten van Roosendaal, hij is pretentieus. Hij heeft contacten met Shaffi. Hij denkt dat hij al heel wat is. En wij zullen hem nou laten voelen dat hij niks kan. Maar hij heeft zijn antwoord klaar. Hier is die. Mag ik even... Dit is een van mijn eerste liedjes, maar dan moet ik wel even uitleggen wat ik dan eerst deed. Heel kort. Ik ben de jury. Laat mij links liggen, want bij mij, mij kan je niet tot tranen bewegen. Martin, luister, een normaal liedje, dus Oh Was Ik Maar Dood, speel je gewoon zo. Het is veel te vroeg, de wekker gaat, buiten is nog licht en nou krijgen we het Nieuwe de Lamar. Veel te vroeg, de wekker gaat, buiten is nog licht, dat klote apparaat. Moet je dus opstaan, dekbed opzij, eerst één voet eruit, dan allebei. En op gaan staan, 80 kilo zwaar. Enzovoort. Nee. Prachtig. Maar
Ik vind dit van... Je, bij mij ben je nog steeds de tweede. Om mee te overtuigen, combineer dat zoals je dat deed. Dus even een stukje dat we weten wat je zingt. En daarna dus eerst verstaanbaar en dan met erachteraan onverstaanbaar. Ik doe met want ik vind dat jammer, die woorden van jou, als die verloren gaan. Dat vind ik zo jammer. Het is een oud, hè? Voor een groot gedeelte ook geschreven door Erik Winter. Veel te vroeg, de wekker gaat, buiten is nog licht. Klote apparaat, moet je dus opstaan, dekbed opzij. Eerst één voet eruit, dan allebei. Erop gaan staan, 80 kilo zwaar, elke dag weer, jaar na jaar. En dan in bad, wat een theater, al dat schuim en al dat water. En dan ook nog met zeep in je ogen, dat hele lichaam weer af staan drogen. In de kleren van top tot teen, je broek, je hemd, je trui eroverheen. Je sokken, pantoffels, wil je gaan eten, kan alles opnieuw onderbroek vergeten. Oh, was ik maar dood. Dit is ongeveer het, sorry. Ja, nou. Dit irriteert, dit is heel irritant voor dit de jury. Is heel oud, dit vindt de jury helemaal niks, nee. Dit is pretentieus. dus nou zoals dat moet. Dan, ja. Let op, daar gaan we weer. Veel te vroeg, de wekker gaat, buiten is nog licht, dat klote nou. Ja, enzovoort. Ja, goed, dat is erg, hè? Maar wel twee prijzen. En mijn vader stond dus op rij 7 met mijn broers en zusjes en mijn moeder daarnaast. Dan gaat zo'n heel nieuwe de Lamar uit zijn dak, dat ontploft. En ik stond daar met van die beeldjes en ik zit zo te kijken naar die zaal. Ik denk van, nou ja, inderdaad, eindexamen gehaald. Ja. Ik heb mijn school afgemaakt. Ja. Meestelijk moment. Ja. Mooi dat je, ik heb je vader, sorry daarvoor. Luisteraars, ik heb vader van Maarten van Roosendaal bijna vergeten door die act van hem. Maar hij niet. En dat zegt meer dan duizend woorden. Dat hij toch wilde bij zijn vader eindigen. Denk je nog vaak aan hem? Ja. Ja, maar het is niet... Kijk, je vader gaat op een gegeven moment ook dood. Mijn vader was 74, dus heeft hij dus keurig volgehouden. En ja, je moet ook een keertje doodgaan, dus dat... Maar hij is... Heb je zijn hand vastgehouden? Ja. Ja. Mooi is dat. En ik heb hem ook zien sterven bijna. Dat is een heel indrukwekkend, maar het heeft ook iets heel... Nou, dat is niet uit te leggen. Dat is iets heel... Ik heb wel eens een vriendin van me die vergeleek dat. Ik heb er ook nog wel eens over geschreven dat... Ik heb natuurlijk zelf geen kinderen. Ik ben wel eens bij mijn zusje binnen geweest, net nadat haar dochter geboren werd. Daar hangt in zo'n kamer een bepaalde sfeer. En van die vriendin van me begreep ik dat toen haar zus stierf, dat zij dezelfde sfeer voelde als toen zij zelf haar kind kreeg. Dus er hangt de gewelddadigheid van een geboorte en de gewelddadigheid eigenlijk bij het sterven, dat een soort gelijke... atmosfeer is. Het is heel bijzonder. En je komt er natuurlijk nooit achter dat die sfeer er hangt, omdat je jezelf zo ontzettend openstelt voor de gebeurtenis. Of dat die sfeer er echt is. Maar ja, dan komen we weer in de diepere filosofie terecht. Maar dat heb ik echt zo toen gevoeld. Dus aan de ene kant vond ik het heel gewelddadig bijna, terwijl mijn vader stierf rustig. Er was geen... dat heeft hij netjes gedaan. Daar hing wel een... Dat opmerking, hè, dat heeft hij netjes gedaan. Als je hem... Kijk, je kan hem niet laten. Hè? Nee. En als je hem dan maakt, ben je dan ontevreden of ben je tevreden? Of, Nee, dat zijn geen termen natuurlijk voor als je over je vader denkt of je tevreden nee, maar, bent. Nee, dat bedoel ik. Je consumeert je vader niet. Ja, nee, maar als je die opmerking maakt, je bent... Mijn vader was op zich ook een hele chique man en hij heeft zijn dood op die manier ook... geanceneerd dat hij heel chic kon sterven. Aha. Dat kan. Aha, dus die opmerking is niet alleen maar een leuke opmerking? Nee, dat was geen leuke grap, maar dat was ook echt iets wat bij hem paste. Okay. Dus dat was wel heel intens en heel echt, maar ook heel beleefd. En dat chic zijn en dat beleefd zijn op zo'n moment van sterven, leidt dat ook tot zekere afstand? Betekent dat bijvoorbeeld jouw vader niet wilde dat jullie kinderen hem zagen in bepaalde toestand, dat alleen moeder dat mocht?
Of alleen één van jullie dat viel, mocht? Viel mee, maar dat heeft wel met mijn opvoeding te maken. Terwijl mijn ouders allebei wel behoorlijk vrij waren. Bijvoorbeeld, we hadden een boot vroeger. En vroeger was het IJsselmeer dan niet zo druk. En wij waren altijd naakt op dat schip. Dus wij schaamden ons niet voor elkaars lichamen. Er was geen gêne voor elkaar. Maar met dit soort dingen, als mijn ouders ruzie hadden, mocht ik daar niet bij zijn. En mocht ik me er ook niet mee bemoeien. Ja, maar dat was... Dat is jammer, hè? Ongelooflijk. Maar je wilde iets anders zeggen. Nee, omdat het ongelooflijke overgang, maar met dit soort dingen. Maar met sterven was daar die gêne wel. Dat vond ik, en ja. Dat was vreselijk. Nee, hij had zelf geen... dat heeft ook heel veel te maken met... kijk, hij wist zelf precies, hij had kanker. Dus hij wist precies natuurlijk wat er aan de hand was. En hij had helemaal geen zin om ons in die volslagen verloedering te betrekken. Zo heeft hij er ook voor gezorgd dat heeft hij overgeslagen. Nou, dat is heel knap. Hoe heeft hij dit overgeslagen? Dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen, maar dit hoort toch niemand gelukkig. Ja. Dat is namelijk wel een taboe in Nederland. Mijn vader heeft zich door iemand dood laten maken uiteindelijk. Helemaal aan het eind. Ik bedoel, dat had geen uur meer geduurd of hij was gewoon zelf dood gegaan. Maar hij heeft bedacht van ik wil die... Ik wil dat zelf bepalen. Ja, als je kanker hebt, is er niet meer een zelf bepalen aan. Hè? Dus, het is een heel vreemd, overgangsgebied. Maar in ieder geval heeft iemand hem geholpen. Om niet nog heel erg lang, laten we het daar niet over hebben, maar tot uitdroging aan toe en weet ik veel wat. En dat is natuurlijk heel bijzonder, dan ga je opgeven naar je vader en neem je afscheid. Ik heb er ook nog wel eens over geschreven, dat bij een fictieve vader, dat je afscheid neemt en dat hij gewoon weer beter wordt. Dat is heel komisch. Wacht even, dat is een lied over een vader die gaat vertellen van jongens, ik ben niet altijd precies degene geweest die jullie dachten dat ik was. Met onder andere de geweldige zin die clown laatst, dat was ik op het kinderpartijtje. En allemaal dingen zitten, want ik ben niet vreemd gegaan met andere meisjes, maar met jongetjes. En die begint te biechten, dat is ook een heel katholiek ding. Kunnen jullie dat volgen? Dus die man, ik zal het goed uitleggen. Ja. Die man die wil op zijn sterfbed, wil hij vrij. Maar wie is dat? Dat is jouw tekst? Dat is mijn tekst en dat was gewoon een heel leuk nummer, wat gewoon begint als een sterfbed van een vader. En die vader gaat steeds gruwelijkere dingen vertellen. Slecht ademend. En die is op een gegeven moment dan beter. En die kinderen hebben zoiets van, Jezus, man. Oh, die man wordt beter. Ja. Ik vroeg me af, wat is de hemel, wat is de hel? Ja. Ik denk, dat is de hel. Als je alles hebt opgebiecht... En je wordt beter. Ja. Daar was bij mijn vader geen sprake van. Die zou nooit meer beter worden. Dus we hebben heel vrij uit met elkaar kunnen praten. Ja. Mag ik vragen, aan wat voor kanker is die gestorven? Uiteindelijk een longkanker. Ja, dat dacht ik al. Weet je dat ik het dacht? Ik zit hier te interviewen en ik hoor dat je vader aan kanker is gestorven. En ik heb gedacht, als ik die Maarten van Roosendaal goed heb leren kennen... Dan dat roken van hem, dat is eigenlijk een soort protest tegen de longkanker van zijn vader. Ja, nee, maar en tegen de sterfelijkheid in het algemeen. Ja, in het algemeen. Hè? Ja. Ja. Maarten, ik ga het gevecht aan. Wij hebben nog 2 minuten. Oh, echt waar, joh? Ja, nog 2 minuten. Is er nummer audio nieuwe programma? Die mag ook 3-4 minuten duren, want... Langer mag, maar mag niet korter. Waar we mee kunnen afsluiten. Ik neem afscheid van de luisteraars. Blijf luisteren. Blijf je verbazen samen met mij. Eva. Dankjewel, Maarten van Roosendaal. Tot volgende week. Tot Chimex-nacht. Bel mijn vriendje Randy. Dat ik kom. Bel mijn inhuman. Dat ik kom. Kom op, pak mijn koffers. We gaan naar Amerika. Ten meerdere eer en glorie van de intelligentsia. Dan zeg ik, hey Randy, vriend. De langste toespraak, de kortste oorlog werkt dus niet. Nee, wij gaan de mensheid redden. Met een goed geschreven lied. Doe ik Europa wel?
En jij Amerika, van Roosendaal en Newman. Uw deus ex machina. Bel mijn vriendje Randy dat ik kom. Bel meneer Newman dat ik kom. Dan zeg ik, hey Randy, vriend. Jij begrijpt wat ik bedoel. Een beetje een confronterend liedje. Maar dan met humor en gevoel. Over dat alles anders moet. En dat we samen zijn. Europa en Amerika. En het eind van ons Latijn. Over teleurgang, hoop, toekomst en verval. Als jij nou eens die tekst schrijft. De muziek, die heb ik al. Dan kun je hier ongeveer beginnen met de aftiteling. We'll be right back.